val mijn huis niet binnen in de naam van wat dan ook. Laat bescheiden je goede bedoelingen buiten. Je geboden dooien in mijn bijzijn. De dagen van meeldauw zijn voorbij. Mijn vleugels gestreken en gestegen. De Beker Kunst is een kleine maar ambitieuze culturele organisatie. Op het Wilhelmine Gasthuisterrein in Amsterdam Oud-West. Het hele jaar door organiseren we tentoonstellingen. En dan eigenlijk allemaal op het gebied of gerelateerd aan beeldende kunst. Wel oppassen dat je hier aan gaat worden. Op dit moment, terwijl we hier staan, zitten we midden in een project dat heet Archipel Amsterdam. Met als vervolgtitel Thuis. En het idee is mede ontwikkeld met beeldende kunstenaar Jeroen Kee. En het streven is om al die verschillende culturele eilandjes in de stad Amsterdam. En er zijn iets van 199 nationaliteiten, geloof ik. Hier woonachtig in de stad. En om die culturele eilandjes te verbinden. Dus dat is, eigenlijk is het één groot kennismakingsproject op het gebied van de beeldende kunst. Wat er in een Surinaamse wereld wordt gemaakt, wat er in een Chinese wereld wordt gemaakt. Ik bedoel, overal wordt kunst gemaakt. Maar daar hebben we eigenlijk geen idee van. En vaak voor me zijn dat ook vrij afgesloten wereldjes. Hè, waar eigenlijk niemand buiten die cultuurgroep om iets van weet. En vervolgens kwam het idee van, ja, dat zijn dus eigenlijk een soort eilandjes in de stad. Culturele eilandjes. En vandaar kwam de titel Archipel Amsterdam. En van daaruit kwam dus het idee om zo'n tentoonstellingsserie te organiseren met kunstenaars met verschillende culturele achtergronden. Dit is de eerste aflevering en hier hebben we drie kunstenaars bereid gevonden om mee te werken. En die hebben allemaal een sterke link met Marokko. Mohamed Bouzgarne, dat is beeldend kunstenaar. Nisrine Mebarki, schrijfster en dichteres. En Yahya Gayer, toneelmaker en acteur. En het idee was van ons om te kijken hoe we die verschillende disciplines, zeg maar, bij elkaar konden brengen in één beeldend project. Nou, dat is deze tentoonstelling geworden. Welkom allemaal bij BG Kunst. Welkom bij Archipel Amsterdam. Ja, eigenlijk de eerste editie Thuis. Het idee van Archipel Amsterdam is dat we een serie tentoonstellingen willen maken waarin we verbindingen leggen tussen de verschillende culturele eilandjes in de stad. Nou, dat is een grote volzin, dat is heel ambitieus. Maar we willen het toch gaan proberen. Er was een heel klein plattegrondje van een paar lijnen zo, wat uiteindelijk dit labyrinth geworden is. Maar hoe dat labyrinth eruit ging zien en wat er allemaal verder ging gebeuren, dat was totaal ongewis. Dus we hebben elkaar in deze afgelopen twee weken ook beter leren kennen. En in samenwerking, reagerend op elkaar, is dit geheel zo'n beetje ontstaan. Mohamed, ik weet niet of jij er iets... Ja, David had veel vertrouwen in wat wij eigenlijk hier gaan doen met z'n vieren. En met de steun van Alexandra en Rosé erbij. Ik ben heel erg tevreden dat dit echt tot stand is gekomen. Dan ben ik echt tevreden. En het was ook voor mij even zoeken. Dat thuisgevoel. Het is een emotie en dat gaat alleen maar groeien. En ja, het blijft een leuke ervaring. Het blijft een heel leuke vraag. Dus iedereen gaat het anders ervaren, geloof ik. Ik ben aan de beurt. Voor mij was het een hele mooie ervaring, maar ook een moeilijke ervaring, want ik kom niet van de beeldende kunst. Ik kom weer van het theater, maar ik werk heel veel beeldend met als we aan het decor aan het bouwen zijn of zo, of iets dergelijks, associatief. Dus dat was wel even soms sparren en zo. En ook het gegeven thuis,
is een beetje abstract voor mij, want we hebben het al eerder over gehad, zeg maar, wat thuis is, is het een gevoel, is dat een... ik zei ook meteen iets van, is het zo omdat ik niet hier ben geboren of zo, dat iets aan toevoegt of niet, weet je? Dus die vragen heb ik mezelf constant gesteld. Nisrin. Ja. Nisrin ook weer vanuit de andere wereld. Ja, het is gek om als schrijver aan een expositie mee te werken. Omdat... wat ik zie, dat leg ik vast in taal. En dat is het voor mij. Daar hoeft verder niks bij. Dus het was soms... soms clashen. En elkaar bevragen. Waarom zo? En ineens bleek die tekst niet alleen maar zo zwart op wit te kunnen, maar ook door de lucht te kunnen zweven en te hangen en ondersteboven. Ik zie dat niet zo. Voor mij is tekst niet per se een beeld. En als het al een beeld is, is het sec een beeld en super minimaal. Omdat voor mij een tekst vertelt het verhaal en de rest gebeurt in je hoofd. Dus het was heel uitdagend om tot een beeld te komen. Maar dat gebeurde wel. En dat vond ik heel fascinerend. En ja, ik werd wel gedwongen om opnieuw naar alles te kijken. Daarvoor wil ik vooral jullie twee bedanken eigenlijk. Graag gedaan. Wij ook. Dus dat is wel grappig om echt die verschillende disciplines bij elkaar te hebben. In het begin kwam David met de vraag van, ken jij nog kunstenaars die mij willen doen? Beeldend kunst, toch? Ja. Okay. Het zou leuk voor ons zijn, ik met Jeroen erbij, het zou heel erg leuk zijn als een totaal andere discipline erbij is gekomen. Dat het helemaal niet met de kunstenaars gaat werken, maar juist samenwerken met andere disciplines. Ik wil heel graag aan iedereen vragen, als je zin hebt en als je wil, voel je niet gedwongen om eigenlijk in dialoog te gaan met ons. Er zijn twee mogelijkheden. Je kan een vraag beantwoorden bij de iPad, wat thuis voor jou is. En je kan een boodschap in de boom ophangen. Dat zouden wij heel erg leuk vinden, want dan kunnen we dat weer terugzien of teruglezen. Toch? Ja. Dat hoopte jij toch van? Zeker. Dus ik zou dat echt super leuk vinden als jullie dat willen doen. Dat kan ook. Mama, ik wil iets zeggen. Mama, weet je wat ik zei? Ja, dat was ja. De keuze voor is eigenlijk gemaakt door Jeroen K. en mijzelf om Mohamed Bouzgarne een curator te laten zijn. Daar hebben we in het verleden al een aantal projecten mee gedaan. Dat is een heel veelzijdig kunstenaar en die op een hele bijzondere en eigen manier zeg maar, omgaat met de Marokkaanse cultuur en de Europese cultuur. Ik ben gewoon razend enthousiast over zijn kwaliteiten. En hij heeft vervolgens de schrijfster Nisrin en de regisseur Jaja erbij gevraagd. Kijk, thuis je gaat vanuit gevoelens. Wat voel ik nu? Waar ben ik nu? Wat doe ik nu? Waar zit ik? Die vragen komen allemaal naar voren. Wat zijn mijn relaties tot heden met al die dingen die ik heb meegemaakt? Is het wel, je komt vanuit een ander land, je emigreert naar een ander land. Wat is niet thuis? Hoor je ook hier thuis? Hoor je daar thuis? Je kan je wel vasthouden aan je herinneringen. Maar blijf alleen maar herinneringen. Ja. Het is een soort nostalgieachtig iets. Als je wilt praten over fysieke ruimte. Het is een soort nostalgie eigenlijk. Maar ja, je gevoel. Waar voel je prettiger? Wat voel je eigenlijk? Kijk, je zou ook hier niet 100% kunnen praten over, dit is helemaal perfect voor mij, dit is een paradijs, dit is ideaal. Nee, het is nergens.
Ja, thuis is overal en nergens. Ja, dat vind ik goed. Ja. Sowieso, waar je de cultuur tegenkomt, dat is in hoe ze zelf praten over het Marokkaans zijn. En de enorm ingewikkelde situatie daarvan. Want eigenlijk willen ze daar helemaal niet zo mee bezig zijn. Maar zeker in dit tijdsgevricht, met Wilders enzovoort. Of je nou Marokkaan voelt of niet. Je wordt gewoon gedwongen om er mee bezig te zijn. Je moet ergens een opvatting over hebben. Dus daar is ook veel gesprek over. Hij is bijna leeg. Ja. Maar wat doen jullie op die leeg? Niks. Dan gaan wij weer vullen. Met water. Dan komt hier groen, dan komt het rood, dan blauw, maar dan komen ze elkaar tegen op 5 minuten. Snap je het? Die lijn gaat daar bovenop. Ja, die gaat helemaal daar. Die is gelaten, hier gaat vertrekken die druppels ook. En, wacht even hoor, hier vertrekken die druppels. Ik moet even uitleggen. Die flessen hier, ja? Die leveren de inkt voor de druppels die daar. Ah ja, oké. Okay. Kijk, je ziet die aderen zie je er zo heen gaan. Ja? Oké, leuk. Dat is een van mijn werken. En hier zie je ook weer van, nou ja, je gaat terug in je herinneringen naar iets. Wat je hebt meegemaakt in je verleden. Het zijn suikerobjecten die worden gemaakt in Marokko. En die worden gebruikt voor alle ceremonies en alle feesten. Die suikerbrouwers die hadden altijd een emballage van paarse kleur. En nu veranderen je ook, laat hij ze gewoon de kleuren zelf zuigen. Dus de kleur komt in een ander materiaal terecht. En ja, dat proces dat ze elke keer in verandering zijn, dat is iets die levendig is. Dat laat hij gewoon, ja, je wilt ernaar kijken. Je kijkt ernaar met veel plezier. En dan volg je de proces van de verandering. Dat is heel interessant. En, ja, ik doe mijn ding. Ik vind het prettig. Ik vind het mooi. Het is voor mij thuis. Het is mijn kunst. Het is mijn, het is mijn domein. En mijn domein is dit. En ik vind het heel mooi. En, wat ik heel grappig vind is dat er helemaal geen behoefte is aan echte figuratie in deze tentoonstelling. En figuratie in de islamitische cultuur is iets wat eigenlijk niet mag. Hè? Je mag geen afbeeldingen gebruiken. Dus er is altijd een enorme rijke bloeiende geschiedenis geweest van decoratieve kunst. Hè, van abstracte kunst, zeggen wij. En wat daar onder andere een grote rol in speelt, zijn bijvoorbeeld patronen. En zelf ben ik bijvoorbeeld weer meer iemand die juist eerder voor een wat dramatischer aanpak kiest voor een compositie. Minder regelmaat. Dus je merkt meteen dat er daardoor ook een soort dialoog ontstaat. Zo hoe de ene het aanpakt en de andere het aanpakt. Interessant. Ook omdat het spreekt me aan, omdat ik eigenlijk niet eerder een zoiets heb meegemaakt, een expositie over thuis. En wat is thuis voor mensen? Wat betekent thuis zijn? Dus het raakt me wel. Dus het zijn allemaal elementen, zoals dat bootje, de vluchtelingencrisis, die er op het moment is, waar we zo mee te maken hebben, wat zo dichtbij ons is gekomen. Dus dat is voor mij ook de eerste keer dat ik dichtbij een soort van volksverhuizing ben. Mijn afstudeerthematiek voor mijn master is thuis. En ik ben bezig met mijn scriptie. En ik dacht, ik moet ook in het kader van mijn scriptie en van mijn hele afstudeerthematiek hier gaan kijken. En kijken hoe deze kunstenaars de thematiek thuis hebben verbeeld. En dat is namelijk een van de centrale vragen in mijn scriptie. Van hoe verbeeld ik thuis en hoe verbeeld ik het verlangen naar huis? Een actief deel is dat we bezoekers ook vragen naar wat is nou voor jullie de betekenis van thuis? Daar zijn we namelijk naar op zoek. Wat betekent dat bij alle verschillende mensen hier in West?
Dat nemen we op en daarmee wordt de bezoeker of de omwoner, de buurtbewoner, wordt mede onderdeel van dit kunstproject. Thuis is voor mij bij vrienden, familie, je ergens veilig voelen, prettig voelen. Thuis kan ook een fysiek iets zijn, een ruimte. Ik voel me thuis in mijn eigen huis. Het is een beetje een lang verhaal, maar goed, ik zal het even kort doen. Thuis is een plek waar je je prettig voelt, waar je gang kan gaan, waar je kinderen zich fijn voelen, waar je vrienden kunt ontvangen en waar je een fijne sfeer kunt creëren voor jezelf. En voor de mensen die je leuk vindt om te ontvangen in je huis. Zoiets heb ik opgeschreven, ja. Wat mij bijvoorbeeld heel erg aansprak was de iPad waar de vraag wordt gesteld. Wat is thuis? En je kan jezelf opnemen. En ik kon daar ineens geen antwoord op geven. Terwijl ik van tevoren dacht, want het is mijn vraag in mijn scriptie. Dus ik dacht van tevoren, dat kan ik heel makkelijk beantwoorden. En ik zat er op die stoel en ik kon gewoon geen antwoord geven daarop. Dus dat vond ik wel heel interessant. Dat ik daar zo mee bezig ben met die hele thematiek, dat ik nu geen antwoord daar meer op weet te vinden. Op de eerste plaats je thuis in jezelf moet voelen. Nou, moet natuurlijk niet, maar als dat niet het geval is, als je niet thuis bent bij jezelf, je eigen huis bent, dan kun je nergens thuis zijn. En zodra je het wel hebt, is het heel moeilijk hoor, om dat te vinden. Het is zeg maar een de tegenhanger van het vanzelfsprekend leven. Als je het wel hebt gevonden, dan kun je met heel veel mensen in allerlei culturen, overal, denk ik, op je gemak voelen. Dus een soort van thuis. Daar kan je allerlei vragen over stellen over thuis. Bijvoorbeeld, je kan je thuis voelen in een land, in een stad. Je kan je thuis voelen in een huis. Je kan je thuis voelen in een familie, maar dat kan ook weer makkelijk doorbroken worden. Hè, bijvoorbeeld door een scheiding of weet ik veel wat. Wat je eigenlijk onder andere ook bij Nisreen tegenkomt, je kan je ook thuis voelen in jezelf. Toevallig, dat gedicht, of die regel die je er net tegenkwam, die daar in het Arabisch staat, op die spiegel. Ik weet het niet secuur, maar dat het gaat over. Ik heb mezelf nog steeds niet gevonden, staat dat er? Ik ben nog steeds niet van mezelf. Dus dan is diegene nog steeds niet thuis, blijkbaar, die dit zegt. Of die dit zegt voor heel veel mensen. Voel je je wel thuis in jezelf? Dat was een hele mooie, ja. Ja, ik denk wel dat ik vrede heb met mezelf. En dat is toch wel een beetje thuis zijn. Het maakt ook niet uit waar ik ben. Maar als ik op mijn gemak voel en goed en comfortabel en veilig, dan voel ik mezelf thuis. En dat is misschien alleen één moment in de dag. Of het kan de hele dag lang. Ja, dat is een soort gezellige thuisgevoel. Thuis is iets in mijn ziel en in mijn hart. Als ik thuis is voor mij liefde. Dus als er liefde is van een persoon naar mij toe en ik voel in mijn hart de liefde, zoals ik hem ervaar als de liefde, dan voel ik me thuis. Amsterdam en dan misschien meer specifiek Oud-West. Oud-West is wel mijn thuis eigenlijk. Nou, ik woon hier nou bijna een halve eeuw, dus dan mag je dat wel in thuis noemen. Maar mijn vriendin zit aan de andere kant van de wereld, dus daar is het ook een beetje mijn thuis. Ik wissel een beetje tussen hier en daar. Ik zou niet uit deze buurt weg willen of zo. Het is door de mensen die je leert kennen in die tijd. En dat maakt wel dat je je thuis voelt. Vind ik. Voor mezelf thuis. Voor mij thuis is daar waar je volgens mij veilig voelt.
En eigenlijk het belangrijkste dat als je thuis komt, dat iemand daar ook nog aanwezig is die het prettig vindt dat je thuis komt. Dus dat je welkom bent. Dat is voor mij thuis. Er gebeurt heel veel, maar tegelijkertijd is het sereen. Doordat je aandacht gesluist wordt met zachte hand naar sommige plekken, sommige voorstellingen. Bijvoorbeeld dat plekje waar die stoel in het zand staat. Nou, dat is heel sereen. Dan moet je heen lopen en dan krijg je, als je daar de koptelefoon, dan krijg je een heel verhaal, een gedicht. Een hele wereld. Terwijl je dat op eerste instantie niet vermoedt. Omdat er staat alleen een stoel in zand. Ik denk dat we allemaal een soort mix zijn. Een mens is gewoon een mix van veel dingen. Herinneringen over wat je hebt geleerd, wat je hebt meegemaakt. Hoeveel heb je gereisd, wat voor contacten heb jij, dat soort dingen spelen allemaal een rol om thuis, echt thuis van te maken. Ja. De tweede aflevering van Archipel Amsterdam hebben we tot nu toe geprogrammeerd, dat in november. Dus november dit jaar komt de tweede editie en dan is het idee om ieder jaar twee afleveringen te kunnen presenteren. Voelt u zich ook thuis, meneer? Ik voel me heel erg thuis. We zijn heel erg blij dat met name Stadsdeel West erg actief is geweest met het ondersteunen van dit project. In verschillende deelgebieden van Amsterdam-West. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft het ook ondersteund. Want het is wel heel erg prettig om in ieder geval kunstenaars een vergoeding te kunnen geven. Al de tijd die ze erin hebben gestoken en publiciteitscampagnes kunnen voeren en dergelijke. Dus we hebben nu middelen gehad om dit te kunnen realiseren. Dit is het einde van een tijdperk. Ik kraak het kleine kistje krankzinnigheid. Mijn hart is doorzichtig geworden. Je zou er doorheen kunnen lopen. Wees welkom. Bittere amandeldagen en appelstroopnachten. Wees welkom. Ik ben vlees geworden taal. Val mijn huis niet binnen, in de naam van wat dan ook.